De Franse politie heeft de afgelopen dagen heel wat te verduren gekregen. Ja, het begon natuurlijk met die verschrikkelijke dubbele aanslag in Magnanville. Maar daarnaast was er ook vanmiddag nog die demonstratie tegen de omstreden arbeidswet. Die uitgelopen is op relletjes. Er zijn 30 politieagenten bij gewond geraakt. En we hebben natuurlijk dan nog het EK dat voortduurt. De nasleep van de rellen met Russische en Engelse hooligans die door de politie uit elkaar moeten worden gehouden. In Magnanville in de buurt van Parijs werden vannacht een politiecommandant en zijn vrouw vermoord. Volgens de Franse regering gaat het om een terreurdaad. De dader zegt gehandeld te hebben uit naam van de Islamitische Staat. L'assaillant a lui été abattu, le forcené a été abattu par les policiers du raid. Heureusement, il y a un petit garçon qui a été sauvé, qui se trouvait dans la maison, qui est sain et sauf. In Parijs zijn er ook rellen tijdens demonstraties tegen de nieuwe arbeidswet. Tienduizenden mensen gaan de straat op en opnieuw grijpt de ME in. De Franse politie kan al het werk maar nauwelijks aan. Je kunt aan alles merken dat het kraakt, hè? Dat het vooral dat mechanisme is van kop over kop. Het is gewoon te veel aan het worden. Frankrijk heeft zo'n 250.000 agenten, verdeeld over 3 politiediensten. De gendarmerie, de police nationale en de police municipale. De police municipale, de toezichthouders die toezicht doen, verkeerscontroles, markttoezicht en dat soort dingen. Je hebt de gendarmerie, dat is een militaristische organisatie die tot voor kort bij het ministerie van Defensie was ondergebracht. Die zitten in kazernes en die doen lokaal politiewerk. Aangiftes, opsporing, et cetera. En je hebt nationale politie, die houdt zich bezig met het grote, door het hele land heen gerichte acties op terreurbestrijding, grote evenementen, grote opsporingsonderzoeken, calamiteiten, et cetera. Sinds de terroristische aanslag op het Parijse theater Bataclan, waarbij 89 doden vielen, geldt in Frankrijk de noodtoestand. Voor de politie betekent dit veel werk en vooral veel overwerk. Ondanks alle problemen zegt de politie dat ze voldoende agenten heeft. Ze zouden denk ik ook niet toegeven dat ze te weinig manschappen hebben. En de Franse overheid heeft net aangekondigd dat ze 5000 extra politieagenten willen aanstellen. Maar goed, voordat die zijn opgeleid zijn we 2 jaar verder. En dus moet de Franse politie het voorlopig doen met dat toch ruime reservoir van 250.000 politieagenten en gendarmes waaruit men nu put. Maar goed, daar kun je niet eindeloos uit putten. Uiteindelijk zeggen ze hier ook, zullen de politieagenten zelf uitgeput raken. En dat is het stadium waar men langzaamaan aan het bereiken is. Veel agenten zijn overbelast, overspannen of hebben een burn-out. In een kasteel bij Tours op het platteland van Frankrijk worden permanent 70 agenten opgevangen om bij te komen. J'étais chez moi, je supportais plus rien. Même quand j'étais au travail, j'étais pas bien, je me sentais plus à ma place sur la voie publique. Wat is nou het grote verschil tussen de Franse aanpak en de Nederlandse aanpak van de politie? Bij de Nederlandse aanpak gaat het om het maken van relaties, het kennen en gekend worden, het je bewegen in de samenleving, het fijnmazige politiewerk, zoals dat zo mooi genoemd wordt. De Fransen die hebben veel minder een relatie en daarbij speelt geweld een veel grotere rol. Voor een deel is dat cultureel in het zuiden, maar voor een deel heeft het ook te maken met de enorme agressie die de politie tegenkomt in bijvoorbeeld die banlieues. Dus ze zijn daar meer beducht op geweld en gebruiken geweld sneller dan in Nederland. In de banlieues, de voorsteden van Lyon, heeft Mellink meegelopen met de Franse politie. Het was een schokkende ervaring voor hem. Van de jeu de boelballen die van 13 hoog door de politiebusjes heen gegooid worden. Wasmachines van etages naar beneden. Auto's die gestolen zijn, die als ramauto's gebruikt worden om die politie uit de wijk te jagen. Het is gewoon oorlog. En de politie die stelt daar keihard geweld tegenover. Die keiharde aanpak hanteert de Franse politie dit weekend ook in Marseille. Rond de wedstrijd Engeland-Rusland waren er hevige vechtpartijen. Het geweld tussen groepen hooligans duurde dagen. De vraag is hoe goed de politie was voorbereid op het voetbalvandalisme. Kijk,
alle aandacht ging de laatste maanden natuurlijk uit naar het zich zo goed mogelijk weren tegen een terreuraanslag. Daar is alle voorbereiding op gericht geweest. Dus je kunt je afvragen of de Franse politie genoeg tijd heeft gehad om zich ook voor te bereiden op die andere risicofactor, namelijk het geweld door hooligans. Inmiddels zijn er weliswaar 73 Russen opgepakt, maar gevreesd wordt voor nieuwe rellen tijdens het Europees kampioenschap. En ook de onrust rond de nieuwe Franse arbeidswet is nog niet geluwd. Laat staan de permanente dreiging van het terrorisme. De kritische grens voor de Franse politie begint langzamerhand in zicht te komen. Ze geven toe dat ze uitgeput zijn. Wat dat betreft hoopt iedereen dat de noodtoestand binnenkort niet meer van kracht zal zijn. Die is nu nog van kracht tot en met het einde van de Tour de France. Ook daar zijn nog duizenden agenten bij betrokken om dat sportevenement te beveiligen. Daarna hoopt iedereen dat de rust een klein beetje terug kan keren in Frankrijk. En dat die rust ook terug kan keren voor de politieagenten. En vlak voor deze uitzending sprak ik met Simon Cooper. Hij is columnist voor de Financial Times. Hij woont in Parijs en bezoekt iedere dag een wedstrijd tijdens het EK. En hij ziet met eigen ogen dat de politie het supportersgeweld, maar vooral de terreurdreiging, nog maar nauwelijks aan kan. Nou, veel politieagenten hebben de laatste maanden amper kunnen slapen. Ze hebben dag en nacht gewerkt. Echt 3-4 uur slaap is vrij normaal geweest. En het EK is natuurlijk het toppunt van alle druk. Inderdaad met politieke demonstraties ernaast. En dan nog die hooligans. En de hooligans, dat is gewoon eigenlijk een hele irritante afleiding van de echte zorgen om het terrorisme. Wat de zaterdag in Marseille gebeurde rond Engeland-Rusland. Eigenlijk stelde het allemaal niet zoveel voor. Het is alleen een afleiding. Je zegt het stelde allemaal niet veel voor. De beelden waren heel indringend. Maar komt het niet op grote schaal voor? Was het niet de indruk die jij had? Nou, ik was bijna 24 uur in Marseille. Ik heb zelf geen enkel vechtpartijtje of geweldstaat gezien. Die waren er natuurlijk wel. Maar alle camera's van de wereld, alle tv-camera's stonden erop te wachten. Dus elke vuistslag die wordt uitgedeeld, komt wereldwijd op tv. Dus dan krijg je inderdaad de indruk dat er meer gebeurt dan er daadwerkelijk gebeurt. Ik wil het niet bagatelliseren, maar de politie in Frankrijk en de Franse autoriteiten die maken zich al 7 maanden lang zorgen over een grote terroristische aanslag op het EK. Dus als het enige dat gebeurt een paar vechtpartijen zijn, hoe erg die er ook uitzien op tv, dan zijn de Fransen na afloop ontzettend opgelucht. Ja. Jij bezoekt bijna iedere dag een wedstrijd tijdens het EK. En je was natuurlijk ook vorig jaar op 13 november in het Stade de France in Parijs toen de aanslag plaatsvond daar. Is de sfeer eigenlijk gespannen in de stadions? Nou, ik loop zelf altijd wel binnen met het idee van er kan hier wat gebeuren. Ik was gisteren in de Stade de France bij Ierland-Zweden. En ja, de vorige keer in de Stade de France had je die bomaanslagen. Dus elke keer als er vuurwerk afgaat, dan denk ik van nu gaat het allemaal beginnen. Ik denk dat veel toeschouwers dat hebben. Maar ja, elke dag loop ik het stadion uit met het idee van hoera, er is niks gebeurd. Je beschrijft de sfeer en de situatie bij de politie, dat ze het razend druk hebben, half overspannen zijn. Merk je op straat dat men extra bezig is, veiligheidsdiensten, met beveiliging van terrassen, restaurants, cafés tegen terreuraanslagen? Nou, ik hoop er eigenlijk op meer beveiliging. Kijk, er werken 90.000 beveiligingsmensen, politie, alles bij elkaar opgeteld aan het EK. Dat is een ontzettend groot aantal. Heel veel mensen zijn gezocht, gesolliciteerd, opgetraind de laatste maanden. En er is gewoon niet genoeg. Je kunt niet elk terrasje in Frankrijk beveiligen. Ik was zondagochtend in de trein uit Marseille. Veel Engelse fans, veel Russische fans. Vrij gebroederlijk, geen enkel geweld. Maar ik zat daar wel in de trein met die idee van als een paar gekken met machinegeweren binnenstappen, wat doen we dan? Want soms zijn die veiligheidsmensen een burger. Maar ik had niet het idee dat er extreem veel beveiligd werd. In de Vieux-Port in Marseille denk je ook van ja, er staan hier honderden mensen te drinken. Dat is natuurlijk een vrij makkelijke target voor een aanslag. Dus het is niet mogelijk een heel land te beveiligen. Je kunt de stadions beveiligen, dat hebben ze erg goed gedaan. Maar het land niet. Je zegt met zoveel woorden dat je eerder bang bent dus voor terrorisme dan voor voetbalhooligans. Waarvoor UEFA nu gezegd heeft als dit doorgaat dan gaan we Rusland disqualificeren voor het EK. Maar daar zit niet jouw angst bij de voetbalhooligans. Nee, die hooligans, dat wordt zo ontzettend overdreven, omdat je er met de tv-camera's op kunt staan wachten en dat dan wereldwijd uitzenden. En het is natuurlijk prachtige tv, zo'n dikke gek die een andere dikke gek op zijn muil slaat.
En het is niet leuk natuurlijk, en die mensen moeten natuurlijk verbannen worden uit voetbalstadions. Maar als dit nou het grote Europese probleem is, dan mogen we met z'n allen heel erg blij zijn. Want er kunnen veel ernstigere dingen gebeuren. Ja. Dit EK is nog geen week op gang. Hoe kwalificeer je dit EK tot nu toe met dat wat je gezien hebt aan beveiliging en aan schermutselingen? Ja, ik denk dat Engeland-Rusland het ergste voetbalgeweld op het internationaal toernooi was sinds 1998, toen Engeland voor het laatst in Marseille speelde. Dus dit hebben we lang niet meer zo meegemaakt. Maar wat ik zeg, laten we er niet al te zwaar aan tillen. Wat beveiliging betreft doet het me een beetje denken aan het WK in Japan 2002, net na de aanslagen in Amerika van 9-11. Dus ja, we hebben dit alles eerder gezien. Maar ik moet zeggen, er is hier veel onderhuidse angst. En dat zal niet weggaan tot de dag na het toernooi. En dan komt het weer terug, want het Franse leven moet sowieso doorgaan. En Frankrijk voelt zich al 1,5 jaar onveilig. Simon Cooper in Parijs, dankjewel voor je commentaar vanavond.